politie kreeg vanavond rond 7 uur een melding. De melder gaf door dat hij hier in het woongedeelte van dit kantoorpand een stoffelijk overschot had aangetroffen. Agenten zijn direct ter plaatse gegaan. Nou, er zijn toch wel aanwijzingen dat er mogelijk sprake is van een misdrijf. Dat is ook de reden dat de technische recherche hier ter plaatse is gekomen. 5 mensen gaan uitgebreid spooronderzoek instellen, zowel beneden in het kantoorgedeelte als in het woongedeelte. Nou, dat is ook de reden dat de officier van justitie en de rechtercommissaris hier zijn om leiding te geven aan het onderzoek. Is er al iets bekend over het slachtoffer? Nee, de identiteit van het slachtoffer staat nog niet vast. Natuurlijk hebben we wel aanwijzingen wie het mogelijk zou kunnen zijn, maar ook dat moet nog verder in het onderzoek worden vastgesteld.